Ik heb hier de laatste man of uh, de persoon voor het laatste interview in meer week bij mij. En ja, het is niet de minste, want het is de voorzitter van de club. Uh, Pieter van der Elst, ja, jij hebt uh, even nodig gehad om de teleurstelling van afgelopen seizoen te verwerken. Hè? Ja, vorig jaar was een moeilijk jaar. We zijn eigenlijk als, uh, als vierde laatste gezakt. Dus uh, dat heeft bij mij toch een beetje... Uh... Ja, dingen te gebracht. Ik had graag in tweede gebleven. oké okay, We zijn nu in derde. En we hebben geprobeerd om toch onze ploeg een beetje te versterken naar volgend jaar toe. En we zien wel wat het dit jaar gaat worden. Ja, ik had het er met de trainers ook al over. Jullie zakken wel een reeks, maar ja, die vele derbies dat brengt sowieso meer supporters op de been. Dus voor de clubkas is dat iets positiefs, waar de voorzitter dan toch mee over gaat. Voor de clubkast is dat zeker beter. Uiteindelijk, we kwamen van derde, we zijn naar tweede gegaan. In derde hadden we heel veel heel meer supporters dan nu. De sfeer was ook wel beter, omdat we ook bovenaan spelen. Vandaar spelen spelen een beetje onderaan en dat brengt een beetje minder supporters mee. Okay, en ook een beetje minder geld in de kast, maar ja, dat is nu eenmaal het voetballen. Ja, het nadeel is dan weer misschien ja, iets meer B-ploegen. Ja, dat is dan ja, de keerzijde van de medaille, allicht ook. Dat is een keer van de medaille. ja. Uiteindelijk beginnen ja, uiteindelijk, vele ploegen beginnen met, met B-ploegen. Die vraag is mij ook al een keer gesteld hier geweest om met b ploeg te beginnen. Ja, ik begin daar niet mee, want ik vind dat je beter het voetbal een beetje aantrekkelijk maakt en een goede ploeg op de been kunt brengen, zowel in derde als in tweede provinciale. Ja, jullie hebben nu inderdaad uh, ja, goed geïnvesteerd komend seizoen, alles sinds goed ingekocht. Want ja, de spits die jullie uh, van voor hebben lopen, nu, ja, die zouden meerdere ploegen in de rangen willen. Hè? Dat klopt. Uh, nu ik ken Jorn al een paar jaar. Uh, ik heb Joran uh, aangesproken. Jorn was geïnteresseerd om te komen. En, ja, ik heb er uiteindelijk werk van gemaakt om Jorn hier te krijgen. En dat uh, is me gelukt geweest. Dus uh, Jorn speelt volgend jaar best wel het meer weg. Ja, de trainers spreken voorzichtige ambities uit, die mikken op die top 5. Ja, hoe ziet het bij de voorzitter? Droomt hij van meer? Of uh, zegt hij komend seizoen een rustig seizoen is prima? Goh, een rustig seizoen zou ik niet durven zeggen. Ik bedoel, uh, volgend jaar zouden we graag toch meedoen voor de prijzen. Uh, we gaan toch proberen om zo lang mogelijk het titeldebat open te houden. Ik heb gehoord, Meerbeek, Sparta, Haag, uh, goede ploegen zijn. Nu mijn ambitie uiteindelijk: is ooit als, als bestuurslid nog wel een keer kampioen te spelen. Ik heb het al twee maal meegemaakt als speler zelf. Ook als strijder heb ik het meegemaakt. Dus uh, ja, de cirkel is rond als ik het nog als bestuur zou kunnen verwezenlijken. Van mijn meerbeek kampioen te spelen en elke keer een, een weekje te feesten. En ja, dat zit er denk ik wel in. Hè. In principe, Meerbeek zat toch gekend als een kwalitatieve ploeg. Dus ja, ik denk die ambitie moet haalbaar zijn. Misschien niet dit seizoen, maar wel op termijn. Ja, Meerbeek is een, sfeervolle euh, als de kapitein eruit gezegd heeft: een sfeervolle ploeg. Het is Een familieclub. Uiteindelijk. Euh dat haal ik ook elke keer aan met de besprekingen. Het is niet de bedoeling om in een matchje te komen spelen en een aquarius drinken, te eten. De bedoeling is om samen toch uh, iets te drinken. Dan moet daarvoor altijd geen, geen bier zijn, maar de bedoeling is om toch samen uh, na de match te genieten van wat er geweest is. Uh, ik ben van mijn 16 jaar uh, in de voetbal betrokken. Ja, zondag was voetbaldag. Uh, zondag moest je niet naar de cinema gaan. Zondag was voetbaldag. en we ja, begon aan de voetbal en gingen ging naar huis als voetbal. En, dat, dat is van vroeger, ja, dat zit er bij mij al een, een, een tijdje in. Dus, uh, dat is de bedoeling, van er een sfeervolle club van te maken. Uiteindelijk als bestuur ook, wij steken daar ook heel wat tijd in. Dus uiteindelijk het moet ja, het moet plezant blijven en dat is, dat is waar, waar, waar Meerbek een beetje voor staat. BHS en Sparta Haagd zijn dan ook de twee ploegen die jij als voorzitter bovenaan verwacht, waar dat de concurrentie van gaat komen? Ja, Ik verwacht van wel. Hè. Uiteindelijk, ik heb gehoord, als ik dan zie wat dat bij huis gekocht heeft, of, of gehaald heeft, allee, gekocht is, is nu een ander woord. Nu, de, de fusieploeg, als je een fusieploeg begint, is altijd een beetje uh, meer ambitie. Oké, okay, wij, 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 wij gaan proberen om ze zo lang mogelijk het vuur aan de scheen te leggen. En uh, misschien uh, komt meer beker als outsider uit. Ja, dan heb ik ook nog een vraagje wat de ambitie betreft van de voorzitter. Ja, die titel, is dat dan het eindstation voor u of plan je nog veel meer? Oh nee, uh, ik zou graag, uh, nog dat ik gezegd heb, een keer kampioen spelen als bestuur. Uh, dan is bij mij de cirkel rond. Misschien nog een keer, ik zou graag verwezenlijken. We zijn hier uiteindelijk op privé-eigendom. Uh, ja, wij moeten alles eigenlijk zelf doen. Ik zou graag misschien de gemeente nog toch wel wat meer warm maken om, uh, om toch wel wat meer tijd en, uh, en, en energie in meerbek te steken. We moeten het voor het ogenblik allemaal altijd zelf doen. Als je dan ziet, accommodatie in Kortenberg, ik ben er ook geweest, als je ziet wat we daar hebben, ja, dan, uh, dan verwacht ik nog natuurlijk uh, misschien dat ik daar een beetje kan verwezenlijken. Ja, jullie werken al samen voor de jeugd, dus misschien kan dat naar de terreinen toe in de toekomst ook? Hoe bedoelt u? Ja, jullie werken samen met Kortenberg, de, de jeugd hebben jullie al een wisselwerking, dus misschien ja, dat er initiatief vanuit de gemeente of ja, op de terreinen van Kortenberg misschien? Ja, uiteindelijk, de, de, het voorstel was van de gemeente, van kijk, we, gaan, we willen fusioneren, we willen kunstgras, uh, kunstgras leggen, als de jeugd samenwerkt. Oké, okay, maar daar hebben wij als Meerbeek eigenlijk nog weinig uh, voordelen van gehad. Dus de bedoeling was, kijk, als we samen gaan met de jeugd, kunnen jullie ook van het, uh, het, 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 het complex gebruik maken. Daar hebben we tot, tot, tot de laatste twee jaar nog niet veel gezien, want uiteindelijk, de jeugd zit daarop. Ja. Oké, okay, het bestuur van Caminata heeft ook niet altijd... Uh, Bepaalde afspraken nagekomen en dat vind ik enorm spatig. Dus um, ja, het is misschien de moment, alleen ik veronderstel dat ze het misschien wel zullen bekijken. Uh, ja, de verkiezingen staan voor de deur, dus de politiekers hier in de streek weten wat hun te doen staat. Ja, misschien moet ik een keer de carrière maken om uh, scheper van sport te worden of in de politiek te gaan en misschien kan ik dan voor Meerbeek wel iets betekenen. We wensen u alleszins heel veel succes buiten de politiek komend seizoen bij Meerweek. En ja, ik hoop ten zeerste dat die uh, titelambities of die droom uh, er nog in zitten voor deze voorzitter. Ik hoop het. En uh, als zover is, nodig uit voor de feest. dan. Top. <laughs> Oké, okay, bedankt.